super leuk dat jullie weer kijken. Ik heb vandaag weer een vlog voor jullie. Ik ga vandaag naar het HEMA Bloggers Academy event. Of ja, het is gewoon een blogger academy in Amsterdam. Van HEMA in het hoofdkantoor. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe het er daar uitziet. Ik ben echt dol op de HEMA. Het liefst koop ik daar alle notitieboekjes, agenda's, babykleding voor Lana. Eigenlijk koop ik het liefst daar alles gewoon. En toen ik die uitnodiging kreeg, werd ik helemaal enthousiast. Want ik dacht, ja, dat is iets voor mij. Het is 2:12 rijden voor mij. Reizen. Het is nu pas 10:45. Dus ik wacht eventjes. Mijn ouders brengen me weer naar het station. En dan gaan ze Lana meenemen. Hebben ze namelijk gelijk de auto. Ook met het kinderstoeltje. Dus daardoor is dat makkelijk. En dan hoop ik er om 1 uur te zijn. Dus ik ga jullie vandaag weer een dagje meenemen. Nou, we zitten in de bus richting Zaandam om richting het HEMA hoofdkantoor te gaan. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het er daar uitziet, want het is daar volgens mij wel heel groot. Dus ik ben heel benieuwd. En ondertussen zit Sanne nog even de make-up bij te werken. Ja, een beautyblogger. Eens een beautyblogger, altijd een beautyblogger. Dus let's go! Nou, daar is het hoofdkantoor. Erg groot. En die winkelbeleving eigenlijk op een hoger niveau te brengen. Duurzaamheid, niet meer weg te denken. We investeren al 10 jaar lang in betere materialen, in organic cotton, in Rainforest Alliance, koffie en thee, etcetera, etcetera. En daar gaan we mee door. Dus de komende 10 jaar verwachten wij dat het aandeel wat te maken heeft met duurzame grondstoffen, verpakkingen, etcetera, etcetera. Dat... En advertenties zullen inkopen omdat ze al exposure op je blog hebben gehad. Maar voor kleine merken en jonge ontwerpers vind ik het alleen maar hartstikke leuk als ik ja, echt zo'n product ontzettend leuk vind om die wat exposure te geven. Maar... Ja. Nou, we hebben even pauze. Ik zit in een kopje thee met Sanne. Alle zakjes chips heeft en een sneaker, want ja, ik ben zwanger, hè, dan heb je dat. Wat heb jij in je handen? Ja. Ja, van handen. Nou ja, wel goede catering, toch? Ik ben niet zwanger. Ja. Met dat in gedachten ben ik een half jaar geleden een totaal nieuwe weg ingegaan. Ik heb toen als eerste internationale modeblogger een switch gemaakt van een persoonlijk dagboek naar een inspiratieplatform. Met de naam Chapter Friday. Ik kreeg namelijk elke dag wel e-mails van meisjes zoals jullie in de zaal en zoals ik zelf, die het ook graag wilden maken. Nou, we lopen nu weer terug. We gaan naar de pont waar we het bootje nemen. Ik vond het echt heel inspirerend. Vooral de workshop die we kregen van Yara Michels, of hoe zeg je dat? Ja, Michels. Ja, die had echt super fijne inspirerende uitleg, dus dat was leuk. We lopen nu naar de boot. Ik zit in de trein samen met Sylvia. Ja. En met Elisa natuurlijk. En die zit mij gewoon te voeren met Tony, Chocolonely. Wat natuurlijk helemaal niet de bedoeling is. En ik heb lekker een salade, chicken salad, low price. En daar ga ik lekker van eten. En dan ga ik weer naar huis. Dus. Zo ben ik weer. En inmiddels heeft Yannick mij opgehaald. Hoi, van het station met Lana die achterin zit. En ik had ook iets lekkers gehaald. Gaat niet meer. Gaat niet meer. En het is al ingenomen. Ja. Nou, dat was echt super leuk. Ik had het was echt een leuke academy. Vooral de speech van Yara. Vond ik erg inspirerend, erg leuk. Ik had nou iets lekkers en dat wilde ik even laten zien. Oh. Waarom verkopen ze dit nu al? Chocoladepepernoten. Gevaarlijk. En inderdaad van HEMA, maar het maakt niet uit. Dus dan ga ik er even eentje van pakken. Eentje. En jij? Ik ben niks te pakken. Weet je zeker? Ja. Oké. Nou, we gaan weer naar huis. Hoi, ik besef eigenlijk dat ik nog helemaal niet de vlog had afgesloten. Dat we net in de auto zaten en naar huis gingen. Het is nu al laat. Het is nu 11:00 of zo. Het is tijd om te gaan slapen. Ik vond het echt een hele leuke en inspirerende dag. Ik vond het heel erg interessant om andere bloggers te zien. Om andere verhalen en ervaringen over bloggen te delen en te horen. Dus het was heel erg leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om mee te kijken naar deze dag. En vond je het leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je wil. En tot de volgende keer. Doei!
ik heb iets, een nieuw soort video voor jullie. Het is namelijk een unboxing.